Ah, daar is de verpleger al. Goedemorgen, Piertje. Dag, Moffel. Hij gaat heel goed voor Piertje zorgen. Oh. En je mag nu eerst nog even rondkijken, Piertje, zodat je precies weet hoe alles gaat. En mag ik dan ook mee? Ja, dat mag wel. Ik zal u eerst even een bed laten zien op wielen. En daarna gaan we naar de operatiekamer. En daarna gaan we naar de kamer waar Piertje straks wakker wordt. Een bed op wielen? Ja, dat is makkelijk. Staat al op de gang, die kan ze zo op en dan rijden we er zo de operatiekamer in. Ja. Ja, en mag u dat dan duwen? Ja, want ik ben verpleger. En als verpleger zorg je voor zieke mensen. Dat is mijn werk. Zullen we maar vast een ritje gaan maken, Piertje? Dat hoeft niet hoor. Ik wil wel. Mag ik erop? Natuurlijk. Kom maar. Hé, lig je goed, Moffel? Ja, ja, ik lig prima. Pier, je weet niet wat je mist. Nee. Kom, dan gaan we even naar de operatiekamer kijken. Dat doen we eigenlijk nooit, maar voor deze ene keer. Ik ga even plassen, hoor. Ja, hoor. Oeh, kunnen we nog harder? Iets harder nog. Niet al te hard. Ja, nee, harder. Kijk, Moffel. En Pier, kijk, dit is de operatiekamer. Kijk, dit is de tafel waar Piertje zo meteen op komt te liggen. En dit zijn allemaal apparaten. En met dit ding valt ze zo meteen in slaap. Kijk maar. Dus ik ga slapen. Ja, en dan breng ik jullie zo meteen naar de andere kamer. Dat is de uitslaapkamer. En daar word je dan weer wakker. Zullen we gaan? Ja. Kijk, en dit is nou de uitslaapkamer. En als je straks wakker wordt, Piertje, dan zit Moffel al op je te wachten. Oh. Met je knuffel, hè, Moffel? Ja, tuurlijk. Oh, en bent u er dan ook? Jammer. En weet je wat ik dan bij me heb? Nou? Iets wat jij heel lekker vindt. Oh, wat dan? Wat? Echt waar? Ja, helemaal alleen voor jou. Oh, kom, gaan we Pietjes koffertje halen. Ja, kom ja, op, maar, ja, maar wat heeft hij nou bij zich? Nou, daar gaan we, Pietje. Lig je lekker? Ja hoor. Moff, je hebt toch wel knuf? Ja, hier, kijk maar. Ja, hey, Moffel, jij mag mee tot de operatiekamer. En daarna wacht je in de uitslaapkamer. Ja. Is dat goed? Tuurlijk, ja. Ik heb mijn boek en ik ga wel met knuffel spelen. Ja, zo lang duurt dat niet. Nee, daarom, joh. Het is zo gebeurd. Hé? Oké, nou, Pietje, kijk. Dan gaat de deur open en... Hupsakee. Dan zijn we er. Ah, daar ben je al, Piertje. Mooi zo. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja. Hoeft niet, hoor. Als je straks wakker wordt, is het voorbij. Ja. Nou, Moffel, tot straks, hè? Ja, ja. Nou, en Pier, ik wil je straks wel voorlezen, hoor. Ja. Ja. Nou, tot straks dan maar, Pier. En ga maar gauw slapen, hè? Ja. Ja. Dag, Pier. Verpleger was, dan kon ik mooi voor Piertje zorgen. Nou, dan ga ik maar naar de uitslaapkamer. Oeh ja, daar staat ze met z'n zesje. Ja. Ah, die Moffel. Nou, hier is Piertje alweer. En ze is alweer een beetje wakker. Oh, Pier, is het al klaar? Oh, wat fijn. Ja hoor. En kun je dan straks weer gewoon praten, Pier? Nee, vandaag nog niet, Moffel. Maar morgen gaat het alweer een stuk beter met Piertje de stem. Ja. Kan je even op Piertje passen? Ja. Ja? Ik had nog wat beloofd. Ja. Pier, hoe gaat het nou met je? Ik heb een beetje pijn in mijn keel. Ja, ja. Oh, maar dat gaat vast gauw over, Pier. Oh, en kijk eens. Daar is knuffel voor je. Fijn. Dag, knuf. Ja.
ijsje. Ja. Zou haar temperatuur op kunnen nemen? Ja hoor, dat is goed. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar. Daar is de verrassing. Nou, we gaan eerst even kijken of je nog koorts hebt. Blijf maar even liggen. Nou, dat ziet er goed uit. Kijk eens, dokter. Ja hoor, heel goed. Prima, Piertje. Nog even lekker liggen en dan mag je straks naar huis. Ja, maar nu eerst een ijsje. IJs? Ja, dat is goed voor Piertje de keel. Lekker koud en lekker fris. Wat is er, Moffel? Ben je verkouden? Ik heb geloof ik ook een beetje keelpijn. Keelpijn? Oh, maar Moffel. Dan moet ik even in je keel kijken, hoor. Misschien moeten jouw amandelen er dan ook wel uit. Nee, hoor. Nee, het is maar een beetje keelpijn. Ik denk dat het misschien wel zeker overgaat als ik ook een beetje ijs eet. Nou, Moffel, dat moeten we dan maar proberen, hè? Ja. Piertje vindt het vast niet erg als jij ook een ijsje krijgt. Nee, hoor. Kijk eens. Oh, ja. Ik geloof dat het al helpt. Ja, lekker koud. Dat is goed voor je keel. En koekeloeren jullie weer de volgende keer? Oh, ik denk dat die oranje nog wel beter is tegen de keelpijn.